Damian, vandaag tegen je oude club. Het mocht niet zo zijn, hè? Nee, inderdaad. Van tevoren weet je natuurlijk ook dat het een lastige wedstrijd wordt. Je weet dat we makkelijk voetballen. Dan moet je hopen op zelf een hele goede dag. Van hun een iets mindere dag. Dat je misschien uit een van die uitbraken een doelpunt weet te scoren. Maar ja, helaas zat het er vandaag niet in. Na die 2-0 was het verzet ook wel een beetje gebroken, hè? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Al denk ik wel dat we wel zijn blijven knokken. Want je weet, als je het helemaal laat lopen, dan gaan ze je nog meer pijn doen. En uiteindelijk is 1-4 misschien nog een kans op een 2-4 met Soriano. Ja, daar moet je dan van hebben. Maar helaas. Je hebt natuurlijk een aantal jaar bij Ajax gespeeld. Is dit dan nog bijzonder of is dat al te lang geleden en maakt dat dan niet zo heel veel meer uit? Ja, het is wel leuk natuurlijk. Sowieso tegen een topclub spelen is altijd wat extra's natuurlijk. Een paar jongens die je ook kent. Jongens met wie je in een busje hebt gezeten toen je in de jeugd zat. Waren die er vandaag ook bij? Ja, Sergio Dest. Met hem. Hij woont toevallig ook in Almere. Ik woonde toen de tijd ook in Almere. En dan ken je elkaar vanuit het busje. Met Donny van der Beek natuurlijk gespeeld. Dus het is wel leuk om die jongens gewoon weer een keer te zien. Weet je wel, ja. Het is leuk. Wat zeg je dan tegen die jongens? Ja, niet zoveel. Gewoon, gaat goed hè. Succes dinsdag. Ah, het zijn jeugdvrienden man, ik ga er wel even een dolletje mee maken. Ja, je moet serieus blijven hè, anders wordt het lastig. Hey, vandaag had ik er geen tijd voor. Misschien als ik hem zo nog zie dat we even een dolletje maken. Maar op het veld had ik mijn handen vol, dus doe geen grapjes. Oké. Ajax en PSV die hebben natuurlijk allebei onder contract gestaan. Heb jij nu nog iets van een voorkeur of dat je denkt van bij deze club heb ik meer een gevoel? Ja, Ajax natuurlijk van jongs af aan ook in de buurt van Amsterdam, Almere. Dus dan word je al een beetje die kant uit geduwd. Maar het zijn allebei mooie clubs natuurlijk. En voor het Nederlandse voetbal is het alleen maar goed als ze allebei gewoon presteren. Dus wat dat betreft heb ik niet echt de voorkeur. Maar Ajax speelt momenteel mooi voetbal. Dus daar ga je natuurlijk wel voor zitten als ze in de Champions League spelen of in het weekend in de competitie. Wat betreft jouw persoonlijke situatie hier, een paar maanden geleden was je niet zo heel tevreden hier bij VVV. Heb je gezegd dat je weg wilde? Nou, je staat hier nog steeds. Hoe is dat gelopen? Nou, de trainer is weggegaan. We hebben een nieuwe trainer erbij gekregen. En die heeft een hoop positieve invloed op mij gehad. En ik kom weer met plezier naar de club toe. En, Was dat anders eerst? Ja, op een gegeven moment kom je niet meer echt met veel plezier naar de club toe natuurlijk. En nu... nieuwe trainer, nieuw elan. Ik vind ook dat hij heeft goede trainingen. Hij is ermee bezig en dat is alleen maar heel leuk om dan daar onderdeel van uit te maken. Was dan echt iets persoonlijk tussen jou en Maurice Steijn of hoe moet ik dat zien? Nee, het was niet persoonlijk, want ik kan gewoon prima met hem overweg. Alleen op een gegeven moment als je elkaar niet kan vinden in bepaalde dingen, dan is het lastig. En, dat maakt niet uit. Daar hoef je elkaar niet onaardig over te vinden. Maar ik kan prima met hem door een deur. Alleen sommige dingen zag ik net wat anders. En zo is het eigenlijk. Maar nu weer helemaal op je plek hier? Ja, zeker. Ja. Ik kom weer met een glimlach op mijn gezicht naar de club toe.